Nederde eerste klasser Lokeren met 4-1. En daarover gaan we praten. Wat zeg ik? Moeten we praten. En we doen dat met Paul Bistiau. Dat is wat de verpersoonlijking van het bestuur. En met Alexandre Di Gregorio. Dat is de kapitein van Antwerp. Om te beginnen, mag ik Alex zeggen? Ja, zeker. Hè? Dat is wel niet moeilijk doen. Dat is wat gemakkelijker. Hè? Ja, ja. Het was een zeer bewogen avond. Hè? Ja, dat was heel mooi. En ik was heel tevreden na die wedstrijd. Dat ik zag dat... iedereen, en vooral bij de supporter, iedereen was heel gelukkig. En deze match hebben we getoond dat we waren eerste klas waard. En dat was een hele mooie wedstrijd, omdat dat was echt een ploegoverwinning. Ja. Het was extra bewogen voor jou, want wat is je overkomen? Een kleine wonde? Ja, een kleine wonde. Oké, klein. Deze match heeft begonnen en na 10 minuten heb ik een elleboogstoot gekregen. Dus... ik moest het veld verlaten om een tape op mijn voorhoofd zetten. En ik heb de hele match gespeeld, zo, maar na de match heb ik moeten naar de spoedgeval gaan. Vannacht nog? Vannacht om 1 uur, ja. En waar was je toen aan het feesten? Ja. En waar? Ja, nou, ik was eerst bij de supporter in het stadion en daarna thuis met mijn familie. Paul, ook een goeie avond trouwens. Het was ongelooflijk, hè? Antwerp stond zeer scherp. Niet enkel de speler, de supporter, maar gans de club. Wilden jullie iets bewijzen? Tja, ik denk dat we dat eens nodig hadden een avond zoals gisteren. Het was lang geleden. En dus, laten we zeggen, voor het collectief moreel was het wel eens nodig dat we iets speciaals deden. En dat hebben we gisteren dan gedaan. En dus, hoewel de beker natuurlijk niet onze voornaamste objectief is... en we meer gefocust zijn op de competitie, is het toch natuurlijk leuk dat voor de eerste keer dat men nog eens confrontatie heeft met toch een eerste klasse, dat men dan zoiets kan doen. Dat is natuurlijk schitterend, ja. Uiteraard. Maar vooraleer we verder praten, gaan we eerst eens kijken naar het verslag van de afslachting van Lokeren. Antwerp hunkert naar aandacht en bevestiging. Club en supporters waren dan ook bijzonder opgeladen voor de krachtmeting met de eerste klasser. De Bosuil ontplofte nog voor het eerste fluitsignaal gegeven was. De spelers scherp als nooit tevoren. After the last two disappointing, results at home with 2 draws, and tonight we thought to ourselves we need to come out tonight and show what we can do. And we just played some great football. We stuck together, won every ball, second ball, and it was just a very special night. 2 minuten gespeeld, de actie van Souleymane. En dan Fangzhuo Dong. Aanpakken, draaien en schieten. Antwerpen in een mum van tijd 1-0 voor. Het doelpunt van onze nummer 9, Fangzhuo Dong. Lokeren herstelt dan het evenwicht en nog voor de 20e minuut vertaalt zich dat in de gelijkmaker van Tambwe. Zowel Simpson als Cissé slecht opgesteld aan de verkeerde kant van de aanvaller. Het was een van de weinige Antwerp-fouten. Het was ook het enige kwartier dat Antwerp onderlag. Maznov met de kans. Ristovic pakt. Even kijken. En dan langs rechts voorbij. Trainer Joyce demonstreert. Fangzhuo Dong imiteert. Een schitterend doelpunt van de Chinees. De verdedigers die hij voor A laat staan luisteren naar de namen Olivier Dol en Besnik Hazi, dat kan tellen. De eerste keer deed Dong het met links, nu met rechts. 2-1 is meteen ook de ruststand. At halftime we were delighted with them. 2-1 up. Scored the goals at the right time early in the game and just before halftime, and said that we have to now not sit back. We have to now go for them again and try and push the game on. Er was de eerste helft nog gelijk opgaand, in de tweede een oppermachtig Antwerp. De mooiste aanval begint van op rechts, 1-2 Gibson Dong. Gibson met de gemeten voorzet. Campbell buffelt naast. Antwerp blijft kansen creëren. Deze wordt nog gemist. Maar dan begint het festival pas echt. De doelpunten van Dong waren mooi, maar wat gezegd van de 2 die volgen. Souleymane ontfutselt de bal. Vertrekt. Hij gaat. En hij blijft gaan. Het contrast is groot op en naast het veld. Dit is de Antwerp supporter. En dit is er een van Lokeren. Het leven kan hard zijn. Na die 3-1 dus. En dat was de 60ste. Dit is de 82ste minuut. En hou u vast. Ristovic trapt uit. Fraizer Campbell doet de rest. Goalkeeper again. It was great through balls. He's been doing them all season and I've just gone to the end of it and finished it. That's it. Yes, that's it really. You don't have to think too much about it. Just knocked over the keeper. Een gehandicapt, maar ook ontstellend zwakke eerste klasser in die tweede helft wordt opzij gezet door een met momenten indrukmakende tweede klasser. 4-1, Antwerp wint de krachtmeting en gaat naar de achtste finales van de Beker van België. It was a very special night, you know. Cup games, it gives you that extra, like special nights, and it meant something to us tonight to play a third division team and to go out and show the fans and everybody in Belgium what we can do. We expect them to play at a high level, all of the boys, certainly the boys I have from Manchester, but the other boys as well. And tonight was a chance for them to prove it, and I think they did. Paul Bistiau, de hele reportage bijzonder Manchester getint. En terecht uiteraard, want 4 Manchester doelpunten. Ik dacht 6 van de 11 spelers op het veld van Manchester United. Ja. Dat zegt wel iets natuurlijk. Ja, we moeten toch een beetje corrigeren. Wat u zegt is juist, maar er wordt dikwijls gezegd spelers van Manchester. Op dit ogenblik zijn Campbell en Gibson en Simpson, dat zijn spelers van Antwerp. Dat zijn weliswaar spelers die door een club, door Manchester United, tijdelijk bij ons geplaatst zijn om hun vorming te vervolmaken. Maar eigenlijk zijn het op dit ogenblik spelers van Antwerpen. Ik hoor dat niet graag zeggen. Zo, er is, het is inderdaad alsof u zich wil verdedigen. Er is nogal wat kritiek op die Manchester. Nee, verdedigen niet, maar er wordt soms verkeerd voorgesteld. Wel kritiek niet, maar er wordt soms gedaan voor 2 groepen spelers zijn. Onze eigen spelers en de spelers van Manchester. Dat is niet waar. Al die spelers zijn onze eigen spelers. Het uitlenen van spelers is zo oud als het voetbal. Dat gebeurt in alle competities. Er zijn veel clubs, ook in Belgische eerste klasse, die spelers die overtollig zijn of die jong zijn en nog moeten leren en speelgelegenheid moeten krijgen, die plaatsen bij clubs van lagere afdelingen. Wel nu, dat doet Manchester met ons ook. Wij hebben dat maar met 1 club. Het zouden ook spelers van verschillende clubs kunnen zijn. Maar het is er maar 1. Dus ik haal nog eens, Fraizer Campbell vandaag, Hiket Nonk, is een speler van Antwerpen. Dus natuurlijk, ik weet ook wel... Maar morgen misschien niet meer. Er zijn ook contracten, er zijn afspraken, dat is met uitgeleide spelers altijd zo. Een speler die zogezegd wel van ons is, van wie het contract gedaan is, ja, die is morgen ook misschien niet meer van ons. Dat is zo in het moderne voetbal. Met dat verschil dat er natuurlijk financieel het een en het ander van afhangt voor jullie. Want stel die gaan weg, jullie zijn niet meer afhankelijk van Manchester United. Ja, deze spelers betalen jullie wel niet natuurlijk. Dus dat is wel iets dat jullie dan moeten oplossen. En bij een andere club is dat minder het geval. Dat is niet juist. Bij elke uitlening van spelers worden er afspraken gemaakt over de financiële condities. En het is niet zo alsof die spelers die nu bij ons zijn, of alsof ons dat niet zou kosten. Dat is niet waar. Er bestaan bepaalde afspraken die wij moeten nakomen. En dat kost wel degelijk geld. En dat zou hetzelfde zijn als wij een speler bij ons hadden van Inter Milan of Spartak Moskou. Dat zou juist hetzelfde zijn. Trouwens niet wat negatief aan het doen. Want als we de prestaties van gisteren bekeken hebben... Alex, ja, ook jij zal dat moeten bekennen. Die spelers van Manchester United dit seizoen, dat is absoluut een sportieve meerwaarde. Ja, dat is zeker. Ze brengen iets aan de ploeg. En oké, soms is het moeilijk te aanvaarden voor spelers van Antwerpen. Ik bedoel geen Manchester-speler. Als je ziet dat je mag niet spelen door spelers die komen van Engeland, maar... Ik denk dat we hebben geen keuze hebben. Dat is voetbal, hè? Dat is topsport. Ja, voilà. Ik denk dat als we geen resultaat halen met spelen van Manchester, dat zal kans voor een andere komen. En momenteel is dat, zeker na gisteren, dat is positief. En ik hoop dat de balans zal ook positief zijn aan het eind van het seizoen. Hè. Ja. Alex, gisteren heb jij niet gescoord, maar ongetwijfeld ook meegenoten van die doelpunten. Amai. Dat was alle 4 van zeer hoge kwaliteit. Ja, dat was inderdaad echt praktische goals. Hè? En ja, dat bewijst nog maar dat we hebben een ploeg en dat de gevaar kan komen van de hele speler. Ja, en, want we zullen ze eens alle 4 overlopen. En dan geef je je mening maar eens. Ja. Kijk maar eens mee. Ja, hier dus, dat is een praktische actie van Souleymane die 2 man in de wind laat. En... ja, de actie van Dong ook, hè. Controle met rechts en... Ja, dit is gemakkelijker dan het eruit ziet, hè, want het is niet de mooiste van de avond, maar misschien wel de moeilijkste. Ja, dat zeker. En... Dus dat maakt ook dus, een heel mooi doelpunt, want als het moeilijk is... En dit is bijna een kopie, maar dan van de andere kant. Ja, voilà. de andere drie spelers dat de bal niet hebben. Ze laten ruimte voor hem. Kijk. En hij pakt de goede beslissing. Mm-hmm. Daarom. Voilà. Voilà. Ja. Punten op 10 voor die eerste van Dong? 8. De tweede? Hetzelfde, 8. Paul? Dat is moeilijk te zeggen. Het waren prachtige goals, maar om punten te geven. Maar het is wel vreemd eigenlijk, hè? Want Dong lag zowaar een beetje in de kritiekmand. Ja, ik denk dat Dong... Het is de verdienste van Andy Welsh, denk ik. We moeten dat zeggen. Hij heeft deze week, denk ik, een paar diepgravende gesprekken met Dong gehad en hem gewezen op zijn plichten. Iedereen weet sinds vorig seizoen de kwaliteiten van Dong. Iedereen kent die. We weten tot wat Dong in staat is. Alleen de vorige weken is het er niet zo uitgekomen, denk ik. Nee. We mogen dat zeggen. En ik denk dat Andy Welsh deze week Dong gewezen heeft op zijn plichten, om het zo te zeggen. En niet alleen plichten als profspeler, maar ook het talent dat hij toch ongetwijfeld heeft. Nee. En dat hij dat moet laten zien. En dus gisteren heeft hij dat dus weer gedaan op een onvergelijkbare manier. Nog zo'n speler die eigenlijk opnieuw doorbreekt is de maker van het volgende doelpunt. Laten we daar eens naar kijken. Souleymane, hij onderschept hier de bal heel knullig uiteraard van die Camara. Ja, Alex, het is aan jou. Ja, en hij wacht en hij laat ook de speler op. En die trap is gewoon perfect en die keeper kan niks aan doen. Hoe lang is jullie veld? Ik weet niet, maar... 100 meter. Op die, 100 meter, dus ja. Dit was een rush van 70-tal meter. Ja, ja. Punten op 10? Ja, nog eens, ja, misschien 9 voor die. Een 9, ja. Ja. Jij doet niet meer mee met de punten. Nee, ik wil nog even zeggen, als ik mag, dat dat ook weer de verdienste is, denk ik, van Andy Welsh. Dat Souleymane, die toch, laten we zeggen, door sommigen binnen de club al was afgeschreven, toch terug naar een hoger niveau aan het tillen is. Dat manifesteert zich de laatste weken meer en meer. En gisteren denk ik dat Souleymane een fantastische wedstrijd gespeeld heeft. Ja. En laten zien dat hij wel degelijk iets in zijn mars had, hoewel er veel mensen op Antwerp daar de afgelopen jaren zwaar aan getwijfeld hebben. Ja. Alex? De doelpunten van Dong 8, Souleymane 9. Gaan we nu naar een 10 kijken? Hier komt het volgende. Beschrijf maar. Ja, de assist van Pedrak is gewoon perfect. En dat is instinct van topschutter. En ja, ik denk niets te zeggen. Hè. Gewoon, het was ook gewoon perfect. De perfecte beweging. Technisch misschien wel het moeilijkste. Ja. Ja, want je moet, dat is ook in de loop, dat is niet moeilijk. De bal komt van achter de speler. Dus, en hij heeft ook gezien dat de keeper was een beetje voor zijn doellijn. Dus dat is een moeilijk doelpunt. Maar dat bewijst nog eens dat die jongen heeft veel talent heeft.